De Apache van Defensie raakte maandagavond rond 7 uur een hoogspanningskabel in Zoelmond. De helikopter crashte niet en werd veilig aan de grond gezet. Nee, ze hadden een oefening. En een oefening is toch om het echtje. En dan maak je onder spanning maak je misschien fouten. Dat is natuurlijk hier ook gebeurd. Gelukkig nogmaals, het gaat goed met de jongens. Maar ze waren wel geschrokken. En het zorgde ervoor dat 24.000 huishoudens uren zonder stroom kwamen te zitten. En dus werd het donker in Rivierenland. Alle koelingen en alle vriezers liggen eruit. En ik maak me druk om mijn goederen. Anders kan ik morgen niet rijden. Nou, doordat de stroom eraf is geschoten, toen de deur open was, is de deur nu niet helemaal meer sluitbaar. Zoals die normaal wel zou doen met stroom. Dus we hebben hem wel op slot gekregen, maar dit kiertje dat gaat niet weg. Naast dit kleinere leed waren er ook grotere problemen op bijvoorbeeld het spoor en in zorgcentra. Er werd een speciaal informatienummer geopend voor bewoners die nog konden bellen. Maar telefoonmasten dreigden uit te vallen. Ja, in ieder geval wordt er door de politie extra gepatrouilleerd. Ook zijn de brandweerkazernes op dit moment bemand voor het geval mensen 112 niet zouden kunnen bereiken. En je kunt dus ook bij de brandweerkazernes terecht voor noodgevallen. Tijdens de stroomstoring vonden er vernielingen plaats. Voor zover bekend zijn er geen mensen die in acute nood zijn geraakt door de storing. Precies 10 jaar geleden gebeurde hetzelfde, toen bij Hurwenen. Een gevechtshelikopter vloog toen ook tegen hoogspanningskabels en 50.000 huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. Een ezel stoot zich in het gemeen, hè, zeggen ze. Dus ja, ik vind het wel een beetje een domme actie, eerlijk gezegd. Er zal onderzocht moeten worden hoe dit wederom kon gebeuren. Rond 00:30 vannacht bracht Liander de stroomvoorziening weer op gang. En na een avondje ganzenborden bij kaarslicht had het getroffen gebied rond 1 uur weer stroom.